de wind van de rot. Voer over water is ontzettend duurzaam. Alleen we zitten nog steeds vast aan een verbrandingsmotor. Op olie of op gas. Maar we willen kijken of we het nog duurzamer kunnen maken. En dan hebben we de Tjalk hier achter, de Vertrouwen. Oude Tjalk, vroeger op zeilvracht gevaren. En daar willen we van dat die ook nu als vehikel gebruikt wordt. Om na te denken over hoe je weer zonder CO2-uitstoot. Op een duurzame manier vracht kunt vervoeren over water. En nogmaals, het is al heel duurzaam over water, maar het kan nog beter als we van die verbrandingsmotor af zijn. En met dit schip kun je jagen met paarden, je kunt er mensen voor zetten, je kunt hem elektrisch voordrijven, je kunt er een zeil op zetten, gewoon op windkracht weer. En binnenvaart, dat is hartstikke lastig natuurlijk, maar als denkmodel om erover na te denken van wat kunnen we in de toekomst met de binnenvaart, hoe kunnen we dat nog schoner maken, daar gebruiken we dit schip voor. Voorwaarts. Wij vertrekken. Containertransport voortgetrokken door paarden. Exact. Waarom niet? Hè? Door de kanalen in Brabant. Door de kanalen in Brabant, ja. Exact. Dat is de toekomst? Ja. Nee, die paarden niet natuurlijk. Maar wel op een andere manier dan met verbrandingsmotoren. Het nog schoner maken over water. En dan ziet de Brabantse vlag hangt er al op, want het is wel een echt Brabants project.